kwam in een dorp waarvan ik de naam toen nog niet wist. Maar ik zag daar een gasthof en het was vroeg in de avond. En ik ben blij dat ik dat toen niet heb gemist. Veel later toen ik weer thuis was met de beelden van de dashcam, waar de GPS-gegevens zichtbaar waren, toen zag ik dat dat dorp de naam van Calgary droeg. En ik nam mij toen voor, als ik weer naar het oosten rijd, dat ik daarop mik. Ik zag ook dat Google Maps de optie bood om een recensie over alle soorten horeca te schrijven. En dus ook van die gasthof, dus dat deed ik vriendelijk, goed en niet te duur. En ik dacht dat ik toen hun keuken echt weer rook. Want in Calgary was een gasthof van vriendelijke mensen. Het eten was eenvoudig, maar wel goed en toch niet duur. En die gasthof werd mijn doel bij elke rit naar Oost-Europa. Dan kon ik daar even weg van achter het stuur. In december vorig jaar deed de gelegenheid zich voor dat ik mijn maaltijd nog een keertje daar in Calgary had. En ik toonde mijn recensie en vroeg of hij daarmee blij was. Nou, hij wist echt even niet hoe hij het had. Toen ik dan mijn eten op had en ik wou ervoor betalen, zei hij: dit is mijn tractatie. En hij voegde er een wens voor een goede reis aan toe. En toen ik in mijn wagen stapte, dacht ik: kijk, dan is er toch hoop voor de mens. Want in Calgary was een gasthof van vriendelijke mensen. Het eten was eenvoudig, maar wel goed en toch niet duur. En die gasthof werd mijn doel bij elke rit naar Oost-Europa. Dan kon ik daar even weg van achter het stuur. Dit jaar was ik op weg naar huis en naderde dat dorpje. En het was vroeg in de avond, dus je hebt het misschien door. Ik stopte bij die gasthof